Begin september passeerde er een berichtje op mijn tijdlijn op Facebook. Een noodkreet van meneer Dupont. Gert Dupont, de papa van Janos. Janos is een jongen met een verstandelijke en een motorische handicap. Janos heeft sinds 2009 recht op een persoonlijk assistentiebudget. Recht op ondersteuning omwille van zijn handicap. Die jongen is nu 14 jaar en is dat 10 jaar van zijn leven. Meneer de minister, ik ben tegen u bezig. Ja, excuseer, maar ik maakte mij even zorgen dat u hier over persoonlijke dossiers van mensen spreekt. Ik leid maar het heeft blijkbaar goed in de krant gestaan, dus... Ik leid enkel mijn... Ja, nee. Oké, maar als het over mensen gaat, als het over personen gaat, als het over individuele dossiers gaat, dan zijn we daar toch voorzichtig mee, collega. Dat kan ik geloven. We hadden het daarnet over de baby Pia, we hebben het nu over de jonge Janos. Dat zijn belangrijke gevallen, denk ik, en ik denk dat we daar hier ook een maatschappelijk debat over moeten kunnen hebben. Collega's, de wachtlijsten voor mensen met een beperking, dat is inderdaad een uitdaging. En wij volksvertegenwoordigers van het welvarende Vlaanderen, we hebben daar een enorme verantwoordelijkheid in. Het is ook een probleem dat mij persoonlijk aanbelangt, in mijn eigen familie. Maar ik wil me niet laten leiden door persoonlijke emoties. En collega Dazen, ik raad u aan dat ook te doen. Want u schuwt de grote woorden en het politiek theater niet. En ik weet het, dat geeft veel likes op Facebook. En uw partij geeft daar honderden duizenden euro's aan uit, aan die grote multinational. Ik heb daar geen probleem mee. U mag dat doen. Maar ik doe echt een warme oproep. Denk mee aan oplossingen. Ik val een beetje van mijn stoel. Ik dacht dat we hier zaten om ministers te ondervragen, maar blijkbaar wordt hier ook de sociale mediastrategie van andere partijen gefileerd. Ik heb wat dat betreft geen lessen te leren van de Open VLD als het gaat over geld smijten naar campagnes. Ik wil enkel concluderen dat we hier vandaag veel discussie hebben gehad over hoe, met welke systemen we de middelen moeten verdelen, maar dat de vraag waarom die middelen niet worden opgetrokken tot wat we nodig hebben, dat die vraag onbeantwoord blijft.